Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Vorige week heb ik geen weekvlog geplaatst omdat ik een hele week ziek was. En ik heb toen antibiotica gekregen, maar ik werd nog zieker van antibiotica, dus daarmee ben ik gestopt. En ik voel mijn keelpijn terugkomen, dus dat is wel minder. Maar ja, als het erger wordt ga ik wel naar de dokter. Maar voor nu is het wel oké. Ik heb zometeen les. Ik ga me gaan douchen, mij klaarmaken. En ik moet ook nog een video filmen. Want deze namiddag komt er een winactie online. Van de Ici Paris. Een waardebon van 50 euro. Ik vind het echt een heel leuke winactie. Ik zou dat zelf ook graag winnen. Dus ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. En voor de rest ga ik nu mij verder klaarmaken. En vergeet trouwens ook niet te abonneren en te liken. Dat zou ik super tof vinden. Ik heb trouwens op mijn kop nog altijd kerstversiering staan. En ik ga dat eventjes anders aanpakken. Zodat het er meer uitziet voor de lente. Want dit kan echt niet meer. En hier staat ook nog altijd een kerstboom die ik moet weghalen. Dus dat ga ik nu doen. Zo, ik heb de vakjes veranderd. En ik heb hier een mandje staan met allemaal parfum en nagellakjes. En dan de sterretjes. Ik vond dat wel erbij passen. Hierin staan allemaal kaarsjes. Maar ik vind dat nog een beetje saai. Dus ik ga dat binnenkort nog wel leuker versieren. Maar voorlopig vind ik het wel oké zo. Mijn lightbox ga ik ook eens aanpassen. En andere lettertjes erop zetten. Ik ga dit er in ieder geval al afdoen. Dan moet ik daar niet meer rekening mee houden. Oeps. Zo. Want de winter is toch bijna gedaan. Als je ook nog inspiratie zoekt voor je lightbox, kijk dan zeker eens op Pinterest. Hier staan echt zo'n leuke ideetjes. Ik heb er echt al heel toffe gezien. Nu moet ik een keuze maken en dan kan ik het aanpassen. Ik ben dus een video aan het filmen en alles loopt mis. Mijn batterij van mijn camera is plat, mijn SD-kaartje was vol. Dan stopt mijn camera ineens automatisch met filmen. Ik heb geen idee waarom. En ik moet nu even heel snel mijn batterij vervangen. En dan kan ik verder met filmen. En hopelijk red ik het nog voor ik moet vertrekken naar school. Want die video moet echt deze namiddag online. Dus eventjes doordoen. Zo, ik kom net terug van school. En de winactie staat onder het zeundertje aan online. En ik ben al jullie lieve reacties aan het lezen. Dat is echt super leuk om te doen. En ik ben ook blij dat jullie de winactie leuk vinden. En deze avond ga ik nog koken met een vriendin. Enkele blogposts schrijven, want dat moet dringend gebeuren. En voor de rest heb ik niet echt plannen. Ah ja, en Blind Getrouwd kijken natuurlijk. Ik kijk altijd naar Blind Getrouwd. En ik vroeg mij of jullie ook naar Blind Getrouwd kijken. Voor degenen die Blind Getrouwd niet kennen, dat is een programma waarbij mensen aan elkaar gekoppeld worden. Die gaan trouwen en dan moeten ze het 5 à 6 weken volhouden. En nadien kunnen ze kiezen of ze gaan scheiden of samen blijven. En ik vind het wel leuk om te volgen. Het is nu bijna 8 uur. Blind Getrouwd. Ik ga bijna beginnen. Ik heb al gegeten. Maar dat ben ik helemaal vergeten filmen. Ik heb samen met Bridget, mijn kotgenoot, zo pizza's gemaakt. Maar dan op een wrap bodem. En ik had gelezen dat dat veel gezonder was. En dat hebben we dus gegeten. Dat is super lekker. Dat is echt een aanrader. We hebben gewoon een wrap gemaakt. En daarop eigenlijk gewoon hetzelfde als je een pizza zou beleggen. Maar dan op een wrap. En ik vond het echt heel erg lekker. En dat is zeker een aanrader. En het is ook nog eens gezonder. En nu ga ik gewoon mijn make-up eraf halen. En dan Blind Getrouwd kijken en gaan slapen. Morgen heb ik wel een heel leuke dag. Want ik heb 's ochtends les. Maar s'avonds ga ik samen met Evie naar een event van Dove. En dat vindt plaats in een soort van wellness in Mechelen. En dat is wel heel erg leuk. Dus ik ga jullie daar terugzien. Helemaal, het is vandaag dinsdag. En ik ben hier met Evie. Hey. En we gaan zo meteen naar het event van Dove. We staan op de parking en we gaan zo meteen naar binnen. Maar we zijn nog een beetje te vroeg. We moeten nog een kwartiertje te vroeg. Dus we gaan eens zien of we al binnen kunnen of niet. En we zijn nog eventjes onze make-up aan het bewerken. En ik ga jullie meenemen. Zo, ik ben ondertussen aangekomen. Het is een soort van wellness-achtig iets. En we hebben allerlei spulletjes gekregen. We moeten sweet onze bikini aandoen. En dan hebben we slippers en handdoeken en een badjas van Dove gekregen.
En dan gaan we speed een rondleiding krijgen doorheen de wellness. Oh, ik heb mijn badjas aan en ook deze slippers. En dat zit super goed eigenlijk. Dan gaan we nu eens de wellness achtig iets gaan verkennen. We hebben nu eventjes eten gehaald en dus van de divers Antwerpen volgens mij. En het gaan we samen opeten. En Evie heeft het ook. Zo, ik ben ondertussen terug op kot en ik ga jullie de goodiebag laten zien. En ik moet trouwens, zo te zien, mijn haar echt dringend kammen van in het water te zitten. Want anders raak ik daar morgen vroeg niet door. Maar ik ga jullie nu laten zien wat er in de koeriebag zat. Echt super leuke dingen hebben we gekregen. Ik ga beginnen met dit pakje. En hierin zitten al deze snoepjes in. Dat is altijd lekker. En dan zitten er natuurlijk de drie showerfoams. Want daar ging het event ook over. En dit is mijn favoriet. Die ruikt echt heel erg lekker. En dat is gewoon de klassieke geur. En dat is altijd handig om te hebben. En dan zat er hier ook nog een kaars bij. Die ga ik trouwens meteen bij mijn kaarsen zetten. Ik kan die hier zetten. Zo. Voilà. Voilà. Al mijn kaarsjes bij elkaar. Misschien een beetje meer zo. Ja, dat vind ik wel leuk. En dan hebben we dit pakje en dan een kaartje. En dan hebben we nog deze zak. En hierin zit een handdoek met mijn naam op. En dan nog sokjes van Dove. En nog een super schattig zakje. En in dit zakje zit dit ding. En ja, ik ga het niet uit elkaar halen, want dat gaat niet met één hand. Hier zitten speldjes in, elastiekjes en schuivertjes. Dus alles voor uw haar. Ik weet nu al dat ik super goed ga slapen deze nacht. En ik zie jullie morgen weer. Helemaal, het is vandaag woensdag en het is nu 17:15. En ik ben net terug van de les. Ik heb boodschappen gedaan en ik ben naar de Hema en Flying Tiger geweest. Omdat ik daar nog spulletjes moest kopen, omdat wij morgen een soort van stand gaan bouwen met onze groep. Voor een groepswerk voor school. Maar zoals jullie gezien hadden, was ik gisteren op een event van Dove. Maar ik heb een allergische reactie volgens mij gekregen. En alleen niet van het event of zo, maar gewoon van iets te eten. En ook hier allemaal vol met buisjes. Dat is echt niet mooi. Maar straks een maskertje opdoen en hopen dat het morgen beter is. En ik ben ondertussen aan het eten. En een weekvlog aan het kijken. Hidden like a ton of bricks. Doesn't matter, weak or strong. Hey, het is vandaag donderdag en ik ben nu op school en wij zijn een standje aan het opbouwen. We hebben hier al een fotoboot geïnstalleerd. En dan hier zijn onze staat er een lightbox en op het televisiescherm komt er een filmpje van ons programma. En dan hebben we ook nog drank voorzien en allerlei eten. Dus we hopen dat ons standje een succes wordt, maar ik denk het wel, hè? Zeker, zeker en wel. Voilà. Zaterdag en ik ben gisteren vergeten filmen, sorry daarvoor. Maar ik heb gisteren niet zoveel gedaan. Ik ben gewoon naar de les geweest en s'avonds heb ik frietjes gegeten en voor de rest heb ik wat gewerkt voor school. En dat was het. Ik ga mij zo meteen gaan douchen, want mijn haar ziet er niet uit. Maar ik heb een aantal leuke perspakketjes gekregen deze week en ik dacht dat het wel leuk was om aan jullie te laten zien. Allereerst heb ik deze productjes van Nivea gekregen. En ik heb al
één zo'n fles aan mijn zus gegeven. En dit is om uw benen en uw lichaam te voorzien van een bruiner kleurtje. En dit is de licht tot medium huid. En mijn zus heeft eerder een iets donkerere huid. Dus heb ik de fles voor medium tot donkere huid aan haar gegeven. En dan bracht Nivea ook nog een body lotion uit. En hier ben ik ook heel erg benieuwd naar. En dit ga ik binnenkort eens proberen. En dan laat ik jullie wel weten of ik het fijn vind of niet. Dan iets anders wat ik heb gekregen is dit setje. En hier moet ik nog een beetje informatie over opzoeken. Maar het ziet er wel heel erg leuk uit. En ik moet een klein beetje meer tijd aan mijn nagels besteden. Want mijn nagels zien er de laatste tijd niet echt uit. Maar dit lijkt me echt heel tof om eens te testen. Dus dan heb ik deze schoenen besteld. Dit heb ik zelf gekocht. En er staat op dat dat voor yoga is. Maar ik vind ze eigenlijk wel leuk om zo te dragen. Al weet ik niet of dat de bedoeling is. En deze schoenen zijn van Tamaris. En ik had ze gezien bij een blogger en een YouTuber, Jannie Deler, denk ik, als ik het juist uitspreek. Ik zal dat hieronder plaatsen. Maar ik vond die schoenen er super tof uitzien, dus heb ik ze besteld. Zo, ik ga de vlog hierbij afsluiten. Als je het een leuke weekvlog vond, geef dan zeker een like. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie volgende week. Doei!